Welcome to this new series, Bas Meets. The ingredients: a bus, a driver / interviewer, that's me, ordinary passengers, with extraordinary homes and lives. I interview them in my bus, and every one of them I ask these questions. Who are you? Why do you choose this kind of life? What are your plans? Show me your home. What is your life about in terms of expectations, fears and doubts? How about things and stuff? What will your future be like? And do you have any advice for us? This is Bas Meets. My first guests: a Dutch couple living on a sailing yacht. First question: who are they? This is Lisa and this is Martin. Their story in a nutshell: about 2 years ago, they sold their home, gave up their jobs, arranged an apartment for their daughter Marijne, and then they took their old Mercedes RV and drove off to sunny Spain with lots of ideas and plans. They lived in their van for a while, flew to Greece, bought a boat, started living on it, and then, with hardly any sailing experience at all, sailed to Spain and then back to the Netherlands. I meet this adventurous couple in IJmuiden, where their yacht is up for repair, and I have a lot of questions. What is driving them? What are their plans, their fears, their expectations? And overall, what is their life about? So I pick them up for an interview in my bus. Welcome aboard. Welcome aboard. Thank you. Now this interview is in Dutch, so I've provided it with English subtitles. So I start this interview with: why did they choose this mobile kind of living? Yeah. Ik speel hem door naar mijn secondant. Oké. Martin? Ja, ja. Van wie kwam dat idee? Ja, dat is eigenlijk een combinatie. Martin wilde op pad. En toen zei ik: als we op pad gaan, dan verkopen we ook het huis. Oh, oké. Nou, wij waren allebei als docent werkzaam aan de hogeschool in Nijmegen. Ja. Lisa met ontzettend veel vuur en passie. En ik was eigenlijk wel een beetje uitgekakt. Ik deed eigenlijk geen dingen meer die ik leuk vond. En ik denk dat ik wel heel erg veel behoefte had om weer in controle te zijn of zo. En ik had het gevoel dat ik daar echt iets anders voor moest doen. En wij hadden toen die camper waar we ontzettend gek van waren. Ik had altijd al de wens om met zeilen dingen te doen. En volgens mij, wat wel heel bijzonder was, was dat jij zei van: nou weet je, ik wil het wel een keer proberen. Dat lijkt me wel wat. Ik vind het wel een avontuur. Dat zei Lisa. Dat zei Lisa. En je wilde zelfs wel je werk opgeven. Maar inderdaad, jouw voorwaarde was: we verkopen dan wel het huis. Dat was wel een nacht van: ja, waarom wil je huis dan verkopen? Weet je, dan kunnen we ook niet meer terug of zo. Ja. Maar het feit dat jij mee wilde daarin in dat plan was voor mij zoveel waard. Ja, oké, prima, dan verkoop ik het huis. Hoeft niet, maar dat is ook goed. Als Lisa maar mee wil met mijn plan. Ik vind dit zo leuk. Dit op deze manier wonen en leven. Mobiel wonen. Ook tot ontdekking gekomen, of ik in ieder geval, dat ik veel meer het reizen als zodanig. Dat ik dat veel leuker vind dan op één plek wonen. En ik denk dat het kan met de boot, met mensen aan boord, met nieuwe plekken ontdekken. Dus ik heb het idee van: dit is gewoon wat ik wil. Okay then, mobile living is what they want. Let's have a look at their mobile and floating home, which is a 47.3 feet Beneteau Oceanis Clipper. Ja, dan
Dat is even wat anders in een boot dan in een huis. Hebben jullie ook een koelkast? Ja. Dat zal toch wel? We hebben ook een ijskast. En dat je moet je zelf vullen met ijs. In ons geval doen we dat zo. Yeah. En we hebben gewoon een koelkast. Gewoon heel luxe met een vies vakje. Ja. Well, we will see how luxurious that fridge is. Daar hoort dus eigenlijk iemand te zitten die dan navigeert, maar we hebben zo'n iemand niet. Dus wij gebruiken gewoon digitale apparaten die dat doen voor ons. Ja. We willen daar naartoe en dan... Okay. Daar heb je Navionics voor. Ja. Super handig, of iSailor. Was dat we een huis we zouden gaan zoeken, want we zouden op zoek naar een huis in Spanje. Is dat het aanvankelijke plan? Ja, dus we hebben ook wel huizen gekeken hoor. Ja, vooral eigenlijk te duur hè. We vonden het nog te duur. Dus ergens moet je dan de keuze gemaakt hebben van we gaan nu voor een boot. Ja. We wisten dat we erop wilden wonen, we wisten dat het een grotere boot moest zijn dus. Ik dacht... dat ik het heel erg leuk zou vinden om met mensen te gaan zeilen. Yeah. Die zouden betalen voor dat meezeilen, dat ook een bron van inkomsten zou kunnen zijn. Plan 2? Ja. 12, 33. Oké. Okay. Dus we waren op zoek naar een grote boot met veel slaapplekken erin. They found it in Greece and then set sail for Spain. So, what about their sailing experience? Nou, Lisa eigenlijk echt wel onbekend was met zeilen. Ja. Nou, ik ook niet heel bijzonder ervaren. Jij een beetje, zij helemaal niet. Ja. Ik hield niet van zeilen. Ja, ze hield niet van zeilen, die werd alleen maar zeeziek. Ja? Zeeziek, ja? Ja. Ja. But they made it anyway to Valencia, Spain and started making new plans. En dan was het plan inderdaad in Valencia om Spaans te leren. Dat plan hadden we. Te kijken wat zou je eventueel kunnen doen met de boot, toch? Ja. Nou, wel plan om zeg maar zelfstandig te worden. Hè. Dus op een andere manier ons brood te verdienen. So they were planning their own little Spanish business on their boat. Voor eigenlijk iedereen die toe is aan een break en... wel wat inspiratie kan gebruiken. Dus we hadden een soort inspiratieprogramma, zo noem ik het maar. Ja. Maar... Op de boot. Uh-oh. Problem? Yes. Corona. Ja. So they had to go in a pretty strict Spanish lockdown, adjusted their near future again, and set sail for the Netherlands. Now what I want to know is what their nomadic way of life is about. In terms of challenges, fears, and findings. Life on the road is fun, but can also be problematic. Niet goed. Helemaal niet goed. Both technically and in terms of reputation. We woonden in de camper en we wilden dat een beetje goedkoop houden. En toen hebben we wel ervaren dat de grens tussen de marge van de samenleving of zo. En ertoe doen. De zelfkant, wil je dat? Ja, en? Dat is dun. Maar ook dat ik ervaar dat mensen je daar een beetje op aankijken. Ja. Ja. Dus dat je een beetje sneu bent. En dat ik dacht, ik vind het heel, ja, gewoon echt raar om te ervaren. Daar word je onzeker van. Ja, zit ik vol, was ook bij stop, maar... Nou, ik denk het oordeelloos. Dat ik echt wel denk dat mensen allerlei oordelen over elkaar hebben, heel snel. En dat ik denk, dat wil ik niet. Ik wil er ook niet aan meewerken of ik wil er niet aan meedoen. Ik wil het gewoon niet. And then life on the water. It has its own difficulties. The road is bumpy. Ah, there's that luxurious fridge again. There is the regular seasickness. Masimas? And of course, those technical problems again. Ik merk dat ik soms een ding ook lastig vind. Pech krijgen onderweg vind ik lastig. Vind ik moeilijk.
dit zijn wel de moeilijke momenten. Dat, ja, je krijgt pech. En dan moet je het ook zelf oplossen. En ja, ik had wel een droom van een boot en varen. Maar een boot die het niet doet, waarvan de motor kapot gaat. Dat was niet onderdeel van mijn plaatje. En dan moet ik dat maken. En, ging niet. Martin probeert nu de... weet het? De versnellingsbak enigszins te ontmantelen, zodat hij kan zien wat er aan de hand is. En... Oh, wat is het? De motor en de versnellingsbak lijken het weer te doen. Maar ik vind het nog wel, heel spannend. We weten het nog niet zeker. To compensate for all those difficulties, there must be enough to make this kind of life worthwhile. And there is. Ook dat je hier zo, als je op zee bent of met nachtzeilen, het is niet bewolkt, maar je hebt zo'n prachtige sterrenhemel en de maan is mooi. Dan voel je je zo onderdeel van het grotere geheel. Ik vind dat je dan echt zo bewust aan het leven bent in het nu. Dus je ervaart heel sterk dat is wat het is en dat is genoeg. Dat is goed zoals het is. Dat je in een publiek domein leeft of zo. Maar je boot is... Ja, maar leg dat eens uit. Wat doe je ermee? Nou, dat je... ik denk als wij ankeren, dan mogen we ankeren op een plek die eigenlijk van iedereen is. En daar kunnen wij van genieten, maar daar kunnen andere mensen ook van genieten. En het is geoorloofd om daarvan te genieten. Dat is fantastisch. En dan kan je zo weer naar een andere plek en daar ook weer van genieten. Dat is geweldig. Okay, seems the right choice for the right way of life. But were there ever any doubts or regrets along the way? Zijn jullie er geweest? Nee, bij mij. Bij jij mij, niet? Nee, bij mij echt niet. Nou ja, we hebben dat toch wel eens tegen elkaar gezegd. We hebben het huis. Met die pech. Weet je, pech onderweg. Ja. Dat we zeiden, okay, heb je nu spijt? Heb je nu spijt? Martin? Dat volgen jullie elkaar? Ja. Heb je nu spijt? Ja. Nee, nog niet. Nog niet. So how about fears and scary moments? Nou, met als water bij vulkano, dat het water in de boot kwam. Toen heb ik als een idioot staan hozen. Wat deed jij? Ja, bang voor mijn boot. Yeah. Ja. Ik vertelde net over de storm waar we in zaten. Toen was ik absoluut bang dat de boot het niet zou redden. Maar daar zit je dan zelf ook op. Ja, dus, maar dat speelde voor mij veel minder een rol. Ja, dat golven hoog waren en dat het allemaal best wel spannend was. Dat dacht niet van, oh, wij gaan het niet overleven of zo. Dat niet? Nee. Lisa is nog veel minder onder de indruk van spannende situaties dan ik. Ah, nee, dat klinkt misschien een beetje... Maar ik dacht, ja, weet je, dan heb ik een mooi leven gehad. That's it. Waarom moet het langer duren, per se? Als het tijd is, is het tijd. Als we hier inderdaad omslaan en ik verdrink... Nou, dan denk ik ook nog, okay, dat duurt 2 minuten. Dus heel erg is dat niet. Wel een zeilmaatje hoor. Ja, ik snap nu waarom ze die lijnen niet aanpakten. Ik weet waar ze over na aan denken was. Maar echt. En misschien was het nog niet dusdanig spannend dat je echt denkt van... dit is het einde. Maar het was best wel spannend. Dus absoluut dacht ik, dit kan het einde zijn. Okay. En dan denk ik, okay, dan is dit het einde. Ja, zo is het. Veiligheid, zekerheid. Spullen. Things. Precies. En ik heb ook omdat we meerdere opties open hielden, hebben we nog allerlei spullen in de opslag. Ik denk, ik hoef die spullen inderdaad niet. Dus het loskomen van materie of zo. Ja. Dat vind ik, dat ervaar ik wel als verrijkend. Er zit veel op spullen. Ja. Nee, ik wil op spullen. Dat snap ik veel. Je wordt rijker door spullen af te stoken. Ja, ik ging door de bouwmarkt van de week, omdat ik spul moest halen, omdat we aan het rusten zijn, dus ook op de boot. Maar ik dacht, ik hoef me niet meer bezig te houden met toiletpotten die eventueel vernieuwd moeten worden, of tegels voor de badkamer, of wat dan ook. Het is redelijk overzichtelijk, een boot. Het is wel een grote boot, maar het is toch overzichtelijker dan huis. Ook geen tuin, prima. Staat hij op de kant?
Ja. Jullie varen straks door, als die klaar is, naar Amsterdam. Daar blijf je dan een half jaar of een jaar liggen. Ja. Dan ga jij werken. Ja. Wat ga jij doen? Ik ga vooral kijken of we de boot aan onze wensen kunnen aanpassen, zodat we over een jaar verder kunnen met ons plan. We hebben al ontdekt dat de boot op allerlei manieren niet voldoet. Dus er zijn een heleboel wensen die we hebben ten aanzien van het wonen en zeilen. Als we dat een tijdje vol willen houden, langer dan zeg maar, ons potje nu groot is, ja, dan moet ik onderweg geld kunnen verdienen. Dus ik hoop heel erg dat ik ook via internet online nieuwe opdrachten kan genereren, zodat dat een manier van inkomen is naast onze plannen rondom die coaching, die break die we als plan hebben. Ja. Lisa and Martin made a life-changing choice for themselves and are convinced that because of it they are leading a marvelous life. Parts of that marvelousness they want to pass on to other people in a coaching and break program on their boat. If you're interested, take a peek at their website, which is called Live Marvelous with a Z. You'll find it in the link below. Zou je het iemand aanraden? Zou je het anderen aanraden? Het ligt eraan waar je, dus ik denk, heel veel mensen zijn verschillend. Als je niet om kan gaan met flexibiliteit en onzekerheid, dan zou ik het je niet aanraden. Terwijl ik de motor weer moet proberen te maken of wat dan ook. Van ja, maar Martin, dat wilde je toch? Dan weet je toch dat erbij hoort. Is het erg? Ja, dat is erg. Nee, dat hoort erbij. Je moet je mee omleren gaan. Ja, dat denk ik echt. Ja, dat is. En ze hebben gezegd, ja, maar dat hoort erbij. Je krijgt pech. Als je daar niet mee om kan gaan, moet je het niet doen. Nee. Maar wat is nou een aanrader voor iemand om mee te geven? Ik bedoel, er zijn legio mensen die hebben een droom van ooit wil ik nog eens op reis, of ooit. Ja, dat zou ik nu doen, want morgen kan je dood neervallen. Je kan heel vaak dingen prima nu doen. Dat betekent wel dat je dingen los moet laten. Dus het is vaak loslaten van dat wat je nu doet, om te kijken van oké, als je dat wil, wat vraagt dat dan? Dus maak een plan en bedenk, ik geloof niet dat een 10-jaren plan gaat werken, laat ik het zo zeggen. Dus, om nog even terug te komen op, raad je het andere aan. Op het moment dat je denkt, ik wil mezelf beter leren kennen, dan is reizen denk ik heel duurzaam. Now there's one thing left, the assignment. Every guest in this Bus Meet series has to write down a message for the next one on my blackboard. Let's see what they come up with. Als je iets anders wilt in je leven, moet je iets anders doen. Ah. Ik weet niet wat een Deen daarmee moet, maar ik zal het voor je vertalen. Ja, dat is fijn. Ja. And I will, because my next guest actually is a Danish guy. So keep an eye out for him. Then it is time for the bus stop again and the drop off. Hope you enjoyed this episode of Bus Meets and see you in the next one. Bye!